helemaal. Dan bel ik weer. Zullen we de goochelaar? Oh ja, even een dingetje. Ook die ga ik te abonneren. Ja, wij gaan van nu vandaag een nieuwe goocheltruc doen. We gaan ook nog praten over de afleveringen. En er komen nog veel meer leuke dingen. Maar voor we gaan goochelen, moet ik eerst wel een goocheldoek hebben. Laat ik eventjes erbij halen. Wacht. Hocus pocus hier. Zo, daar is hij weer. De doek. Ja, ja. Want we gaan vandaag iets bijzonders toveren. Want ik ga iets toveren over de nieuwe serie. Wat dacht je van? De kroon. Kroon, kroon, kroon. Kom maar hier. We gaan nu kijken dat het gelukt is. Ja, ja, het is gelukt. De kroon is er. En zijn alle diamantjes er nog? Ja, zeker wel. Want deze kroon gaat alles mee te maken van de vloek van de gloednieuwe serie. Maar, die laat ik nou even weggoochelen. Zo, die is weg. Ach, en dan doe ik ze weer gevallen. Ach, ach, ach. Ja, want over de kroon. Ik ga er één keertje over hebben. Wie gisteren een kroon opzet, wordt gelijk een schilderij. Maar welke schilderij is het nou? Nou, daar ga ik ook even erbij halen. Want een schilderij heeft alles mee te maken met de kroon. Weet je wat? Ik doe het nou eens een keer op deze hand. Oeh, handschoen. Ja, Oké, schilderij, schilderij. Ik wou dat een schilderij in het doek zat. Ja, ja. Ja, ja. Daar is hij. Ik ga hem erbij halen. Over 3, 2, 1. Daar is hij weer. Dat wordt de schilderij wat ermee gaat gebruiken in de serie. Ja. Ja. Die is weg. Ja, de hele doos is weer leeg. En natuurlijk over nieuwe dingen. Er wordt ook nog tijd voor een gloednieuwe goocheljas. Want dit is helemaal niet meer te doen. Hier is een gat. Ergens daar is ook nog een gat. En hier ook nog ergens. Er wordt maar groter en groter. Ja. Maar ja. Maar ik ga nu eventjes één ding zeggen over de serie. Zijn jullie al nu al benieuwd hoe het eruit komt te zien? Wees maar niet gerust. Ergens in dit jaar 2023 komt, ja, heel misschien, ik weet nog niet zeker, een gloednieuwe serie uit van Jorg de Goochelaar en de verdwenen kroon. Ik weet het verhaal even niet uit. Ik weet het verhaal niet meer uit mijn hoofd. Maar ja, tot volgende keer en later.